Vandaag is het 6 december. Dat betekent Sinterklaas is naar huis. We mogen officieel kerst gaan vieren. Dus nu is iedereen ready om in de kerstsfeer te gaan. Dus wij dachten, laten we eventjes onze kennis testen van kerst. Ja, ik ben benieuwd, want volgens mij wordt het echt schandalig. Ik ben echt heel benieuwd wat voor soort vragen het gaat ook zijn. Ja, want we gaan dus een kersttrivia doen. En bij kerst of de winter of de decembermaand überhaupt hoort natuurlijk een lekker warm chocomelletje met slagroom en marshmallows. Maar laten we snel beginnen. Nou, hoeveel rendieren heeft de kerstman? Dat is wel heel makkelijk. Ja, ik wist het niet hoor. Ik denk, als dit fout is, dan lucht. 9. 9, ja dat klopt wel. Maar ik vertrouw het toch al. En er leidt er eentje. Misschien leidt er één en dan is het 1, dan is het 1, 2. Ja, dat kan ook. Of is het 1, 2, 3? 3. Het is dan 1, 2, 3, 3. Dat is het misschien. Dit is een meerkeuzevraag. Wat vieren christenen op eerste kerstdag? Oh, dit soort vragen. De kruisiging van Jezus Christus. De terugkomst van Jezus Christus. De geboorte van Jezus Christus. Wacht, I know this. Oké. Okay. C. Toch? Wacht. Nu ga ik. Wat denk je dat het is? Wacht even, wat vieren de christenen? Op eerste kerstdag. Eerste kerstdag. Dus niet kerstavond, niet de tweede kerstdag, maar eerste kerstdag. En de keuzes waren? De kruisiging, de terugkomst of de geboorte van Jezus Christus. Oh, zo C toch? Ja, weet je het zeker? dit is... Ja. Oké, okay, goed zo. Okay. Wat voor boom is de traditionele kerstboom? Het is meer keuze. A. Een den. B. Een spar. C. Een taxus. Ik denk A. Ah, O dennenboom, toch? Is dat je definitieve antwoord? Nee, dat is niet goed. Echt niet? Nee, het is een spar. Dus dat liedje klopt voor geen meter. Wat een onzin. O sparboom, o spar. Nou, het kan gewoon, want het heeft net zoveel... Ja. Het is het makkelijker. Oh. Welke hit wordt gezien als de kersthit aller tijden? All I want for Christmas is you. En wie is de artiest? Mariah Carey. Oh, goed. Oké, hier komt een vraag waarvan ik zelf niet eens de vraag begrijp of het antwoord weet. Oké. Wat is de voornaam van Mr. Scrooge? Waarom heb ik al die moeilijke vragen? Ja, ik wil ook een liedje zingen. Wie is Mr. Scrooge? Van de Christmas Carol. Oké, Mr. Scrooge heet... Ik denk iets met de E. Ja? Ik moet zeggen dat ik ook vrij weinig idee heb hoe je dit uitspreekt. Ik weet het niet. Ebenezer Scrooge. Oeh. Dit is eindelijk een keer een moeilijke vraag voor dit. Okay. Wanneer werd de eerste kerstkaart verzonden? Dat is A. In 1843. B. In 1898. Of C. In 1951. Ik bedoel, waarom zou je niet al een kerstkaart versturen in 1843? Maar waarom dan specifiek in 1843? Gebeurde er toen dat iets? Dat is de vraag, hoe kunnen mensen, konden ze al post versturen? Was de industriële revolutie al gaan doen? Never mind, I have no idea. 19e eeuw is toch de gouden eeuw, dus dan is de industriële revolutie al wel. Ja. Maakt niet uit, we gaan verder. Ik heb niet zo goed opgelet rechtsgeschiedenis, want ik vond het niet leuk. Gingen mensen dan pas een kaart versturen na de tweede, Eerste en Tweede Wereldoorlog? Zo van, ja, nu gaat het wel goed met ons. Hoe lang vieren we kerst al Nee. Want tijdens de oorlogen hielden ze niet al kerstwapenstilstanden, omdat het kerst was of zo. Nou, hoe lang... Want een kerstkaart is ook iets commercieels, neem ik aan. Net als een kerstboom. Kerstboom heeft niks met de geboorte van Jezus te maken. Goed punt. Denk ik. Kun je me daarmee helpen? Maar waarom zou je dat zeggen als het niet in 1951 is? Of ik ben je aan het testen. Klaar! Ik denk dat ik voor B ga. Gewoon omdat... De B van Brit. Ja. Dus ook de B van... Toch C? Nee, A. Nou, wat deden die mensen voor gekke dingen dan? Hoe
heet Santa... Wow, Santa's. Hoe heet Santa's... Hoe heet Santa's rendier die dezelfde naam heeft als een bekend symbool van Valentijnsdag? Cupido! Nou ja, ik moet zeggen dat ik tot voor kort dus niet wist dat er rendieren waren. Negen stuks ten eerste. En dat ze namen hadden anders dan Rudolf. Ja, waarom is Rudolf zo speciaal? Is hij de voorloper? Rudolf is later bedacht door een schrijver. Die is later toegevoegd, want die was geen onderdeel van de eerste paar. Om het een beetje interessanter te maken, want Rudolf werd natuurlijk een beetje gepest. En uiteindelijk leidt hij dus de arreslee. Oh, mooie dus... kerstgedachte weer. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Jij. Yes. Zeg fijne kerstdagen in vijf talen. Vijf? Vijf talen. Je Nederland is ook een taal. Dat kan ik wel. Ja? Fijne kerstdagen. Merry Christmas. Feliz Navidad. Frans zou kunnen, maar bon... Nee. Oh. Frans is een hele mooie. Oh. Maar Duits weet je ook wel. Herzlichen. Nee. Maar als je Spaans kan je Portugees ook. Maar Portugees is echt een soort van Spaans... Russisch. Crack of zo. Weet je wat ze zweet? Nee. In het Duits is het Frohe Weihnachten. Oh ja. Op zijn Engels is het Merry Christmas. Op zijn Nederlands Fijne Kerstdagen. Op zijn Frans Joyeux Noël. Ja, Noël. Spaans inderdaad Feliz Navidad. In het Italiaans is het Buon Natale. Op zijn Indonesisch is het Selamat Hari Christmas. Op zijn Portugees is het Feliz Natale. Dus Feliz als in Spaans en Natale als in Italiaans. Zie je, het is toch een hele gekke taal. En op zijn Zweed is het Godjul. Oh ja, dat moest ik weten eigenlijk. Hè. Ik ging Godjul. 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 Welke geschenken brachten de drie wijzen mee naar Jezus? A. Goud, zilver, mirre. B. Goud, geurolie, mirre. Of C. Goud, wierook, mirre. Kan je me vertellen wat mirre is? Mirre is een gomhars. De ruwe hars wordt bewerkt door middel van stoomdestillatie. Het eindresultaat is een dikke lichtgele olie met een warme, kruidige, zoetige en enigszins rokere geur. Dus het heeft al een geurtje. Dus dan zouden ze geen geurolie ook nog hebben meegebracht. Lijkt me. En goud en zilver vind ik ook een beetje... Want als de een al goud geeft, als de ander dan zilver geeft, ja, dan hebben ze dan niet zoveel aan. Want goud was meer waard. En ik denk dat het wierook is, want ik denk dat het wierook een luxe iets was. En oude wijzen uit het oosten. Ja. Dat is correct. Ja! Dat was wel slim bij jou, de deductie. Ja, want ik heb echt geen idee. Na hoeveel jaar is een kerstboom volwassen? Onder de 10 jaar is het. Oké. Is that your final answer? Yes. Then it is wrong. Het is stupid. 8 jaar. Kak, dat was mijn eerste eigenlijke kus. Wat stellen kerstballen in de boom voor? A. Geluk. B. Vruchten. C. Sterren. Het eerste waar ik aan dacht was sterren. Is dit jouw final answer? Sterren. Ja, dat is fout. Echt? Het zijn gewoon vruchten hoor. Ja? Ja. Ik snap ook niet hoe, wat, waarom. Wat een onzin. Misschien. Britt vindt het zo leuk. Stop. Dit is een hele makkelijke vraag. Oeh, I like that. Welke soft drink company gebruikt sinds 1931? 1931? Ja. Santa als hun marketingcampagne. Coca-Cola. Die reclame staat al zo leuk. Ja. Maar blijkbaar hebben zij dus bedacht, zo ziet de kerstman eruit. Wow. En nu is iedereen. Welk woord schrijf je officieel met een hoofdletter? Oh, A. Kerst. B. Kerstmuts. Oh, dat staat er maar niet. B. Kerstmis. C. Kerstfeest. Ik denk kerstmis, want dat is het denk ik. B. B. Dat is het goede antwoord. Ja. Omdat het een officiële feestdag is, net als Koningsdag. Ja. Door welk sprookje uit 1800... Er zijn peperkoekhuisjes geïnspireerd. Wat een grietje! Ja. Oh, ik dacht eerst, ik weet niet waar dit heen gaat, maar
Wat doe je onder een mistletoe? Zoenen. Kussen. Tongen. Lekker bekken. In welke kerstfilm heeft former president Donald Trump een kleine rol? Home Alone volgens mij. Maar welk deel? Oh, 4? Twee. Ja. Waardoor komt Frosty the Snowman tot leven in het liedje? Frosty the Snowman. Dat is het enige zinnetje dat ik ken. Frosty the Snowman. Ik wist niet eens dat dit tot leven kwam. Ik eigenlijk ook niet. Nee. Ik heb geen idee. Old Silk Hat. Waar vier je sowieso geen witte kerst? Is dat A in Canberra? Is dat B in Alaska? Of is dat C in Tokio? Interessant. Wat heb je dan Alaska ertussen gezet als trick answer? Tokio, ja. Canberra is Australië, toch? Ja. Kijk, daar zou het wel theoretisch gezien kunnen sneeuwen, toch? I don't know that shit. Tokio. Dus C, Tokio. Fout. Jammer. Het is A. Canberra. Want als het bij ons winter is, is het bij hun zomer. Oh ja, ja, dat klinkt logisch. Ja. Welke geanimeerde film uit 2004 gaat over een trein die kinderen naar de Noordpool brengt op kerstavond? Polar Express. Die Polar Express. Die. Hoe vaak hebben we sinds 1900 een witte kerst gehad? Oeh. A. 8 keer. B. 31 keer. Of C. 67 keer. Ik mag hopen C. Nee, dat is meer dan de helft. Dat is best heftig. Oeh. Dus al de laatste paar jaar ook al niet. Maar dan oké, dan ga ik niet voor C, maar voor B. Toch wel, want ik 8 klinkt heel weinig. Dan heb ik ze allemaal meegemaakt voor mijn gevoel. Dat is ook niet waar. Shit. B. Het is A. Maar 8 keer? Ja, maar 8 keer. In 120 jaar een witte kerst. Oeh, ik weet dat jij dit weet. Noem 3 rendieren die de sneeuw trekken van de kerstman. Blitzen, Cupid, Rudolf. Dasher, Dancer, Vixen, ja. Cupid, Prancer, ja, Comet, Donder, Blitzer, Rudolf. And last question. Welke spy verstopt zich in huis en vertelt aan Santa wie er naughty of nice is? Wat? Welke spy verstopt zich in huis en vertelt aan Santa wie er naughty en nice is? Kerstverhaal? Ja, maar vooral wel in Amerika. En wat is vooral gebruikt in films? Nou, het is vooral ook misschien voor kinderen zo van, oh, dat zit in huis. We weten dat het in huis is. Elfjes. Ja, hoe heet dat? Elfjes? Ik wil een hulplijn. Zeg het maar gewoon. Elf on the shelf. Waar zit? Op een shelfie. Zo close. Ja. Zo close. Oké, we hebben, maar we hebben op dit moment onze kerstkennis wel getest. Ja. Ik vind dat we het aardig goed gedaan hebben. Ja, op zich wel. Heel fijn dat ik ook gewonnen heb. Ja, sowieso. Vandaag heb je dus tijd genoeg om alle zinspullen op te ruimen en de kerstspullen weer van holder te halen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk je kerstboom. Dus dat zie je morgen. Top. Doei. Hey, leuk dat ik de video heb afgekeken. Ja. Like even de video alsjeblieft. Subscribe ook op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, dat is wel slecht. Ja, precies. Ja. En volg ons vooral op Instagram, want daar zijn we super actief. Daar kun je ons gewoon bereiken. En als je dan op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe dingetjes, dan moet je daar weer zitten. Zeker. En we gaan je heel veel vragen stellen deze maand. Heel veel dingetjes waarin je mee kan doen. Lekker interactief. Oh, love it. Ja, let's go. Doei. Oh. Tot morgen. Oh ja. Tot morgen.